Hallo allemaal, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Britt en vandaag heb ik een gloednieuwe video voor jullie. In de video van vandaag ga ik jullie allemaal producten kopen waarvan ik het echt waard vind om, zeg maar, influenced te worden. Het zijn letterlijk allemaal producten die ik gehaald heb omdat ik het gezien heb op TikTok, op Instagram, op social media. En ja, I have a shopping addiction, dus wanneer ik het zie en ik wil het en ik weet dat ik het geld ervoor heb, dan I'm busted. Laten we gewoon beginnen. Oké, ik denk dat ik eerst ga beginnen bij make-up. Oké, het eerste ding waarvan ik influenced was, was Charlotte Tilbury. Toen ik hiervan een mail kreeg dat ik terug in stock was, heb ik die echt zo snel gekocht dat ik zelf de verkeerde shades gekocht heb, maar dat maakt niet uit. Hiervan heb ik shade Fair Medium. En voor mij is dat wel een goed kleurtje, like voor in de winter. En zeker voor contour. En hier heb ik Peach Kiss mee gekocht. En ik zeg het je, het is super mooi als ik het meng met like, een roze blush, maar ik had echt Pink Kiss moeten kopen. En ik denk, als je Pink Kiss koopt, deze is wel echt worth the money. Maar als je Peach Kiss wil kopen, zou ik zeggen, don't spend your money on it, want dan is het echt niet worth it. Oké, dan next. Zag ik dat de Elf Putty Bronzer echt super goed was, blijkbaar voor contour en zo. Dus ik heb die gekocht, maar om eerlijk te zijn, ik was zo verschot dat ik zo klein was in het echt. Maar uiteindelijk is dat nog een goede grootte. Dit is dus de Putty Bronzer. Dus wel echt, ik vind dat deze wel echt eerder, je kan het ook zo zien, het is een cool tone. Dus het is wel eerder zo'n contourkleurtje. Oké, en dan heb ik de Viral Mascara's gekocht. En ik ga dupes tonen voor de L'Oreal Telescopic en dan de Sky High van Maybelline New York. Dat zijn dus twee Masses Viral Mascara's. En om eerlijk te zijn, ik ben meer fan van deze dan van deze. Maar deze niet eens proberen, gewoon kopen, want die gaat sowieso goed zijn. Als je korte, lange, dunne wimpers hebt, deze gaat echt op ieder wimpersoort, weet ik gewoon dat deze echt super goed is. En dan de dupes. Waarschijnlijk heb je het ook wel al gezien op TikTok, maar de Essence mascara's, oh my lord, deze zijn zo goed. Deze zorgt zo'n beetje voor de lengte, dus deze kan je eigenlijk wel echt zien als dupe voor deze. Dus als je deze twee samen gebruikt, is dat die gewoon, snap je? Als ik eentje moet kiezen van de Essence mascara's, kies ik toch wel de paarse, die is echt de beste. Next thing that I was influenced on en dat ik echt moest kopen was Rare Beauty. Ik hoorde echt al zo lang. Ik denk echt dat ik dat 2 jaar wou voordat ik het echt gekocht heb. Dus, en ik ben er zo blij mee. Ik heb hier nog niks slecht over kunnen zeggen. Nee, over Rare Beauty. Echt nog niks. En ik kan ook wel niet wachten om nog meer te kopen. Maar ik ben dus hiervoor speciaal naar Lille gegaan. Dat is ongeveer een uurtje en half ongeveer rijden van mij. En daar heb ik dus Rare Beauty gekocht in Sephora. Ik heb de Rare Beauty blush gekocht, want als ik iets moest hebben van Rare Beauty, was dat de blush. Deze is zeker worth it. Ik heb de shade Encourage en ik vind ook echt dat dat de perfecte shade is. Ik heb hem nu ook op. De Rare Beauty Bronzing Stick en die heb ik in Always Sunny. En zoals je kan zien, deze heb ik echt al veel gebruikt. Maar als die ooit op is, ga ik hem zeker repurchasen. En dan dit, ik denk dat dit nooit gaat opgaan, kijk hoe groot dat is. Maar dat is dus de highlighter van Rare Beauty en die heb ik in Mesmerize. Als ik nog een keer naar Sephora ga, ga ik zeker de poeder highlighter ook op, want ik denk echt dat dat zo goed is. Like, als ik 3 make-up producten moet kiezen van alles wat ik heb, is het dit. Thanks, Selena Gomez. Oké, dan next. Sheen make-up. Sheen make-up is zo goed. Of Sheen, I don't know how you wanna say it. Maar dit is zo, zo, zo goed. Ik heb dus 2 blushjes hiervan en dan de contour of bronzer wand. Mijn contour of bronzer wand koop ik altijd, ik heb hem al een paar keer opnieuw gekocht, koop ik altijd in Warm Honey. En dan heb ik ook nog 2 blushes. Die heb ik ook echt al super lang, dus ze gaan echt lang mee. Ik vind zelf dat deze beter blijven dan de Peach Kiss van Charlotte Tilbury. Risky Business. Dat is zo eentje met een beetje shimmer in. En dan heb ik ook nog een Hush Hush Liquid Blush van She Glam. She Glam is for sure worth the hype. Toch zeker op de blushes en de contour. Oké, en dan nog last but not least. Oh wacht, nee. Ik heb nog 2 dingen. Oké, dan heb ik dit. Ik had echt nog maar een paar keer zien voorbij komen dat dat super goed is voor je wenkbrauwen. Essence heeft deze en ik vind dat het eigenlijk ook echt super goed is en een beetje goedkoper is voor je wenkbrauwen. Maar voor like, je edges en zo, als je zo echt sleek bundelt, vind ik dat ook echt. Dit is echt een prachtproduct en ik ga dit ook altijd echt repurchasen als dat op is. De Gotta Be Glued. Ik denk dat gewoon de Gotta Be Glued 2-in-1 is voor edges en eyebrows, denk ik. En dan last but not least van make-up heb ik de Elf Halo Glow. Ik heb die een paar maanden geleden nu gekocht en ik heb hem echt al veel aangehad en dat lijkt of ik er nog niks van gebruikt heb. Ik heb het in shade 3 light medium gekocht en ik had misschien 1 shade lichter moeten kopen, maar ik vind het niet zo erg, want nu doe ik gewoon niet zoveel aan en smeer ik het een beetje meer uit. En ik zeg het je, deze 4 producten samen make
your face so, so, so beautiful. Oké, dan ga ik overgaan naar parfum en zo. Dat is niet zoveel, maar ja. Ik ga beginnen met de OG Body Mist, Victoria's Secret. Ik heb daar natuurlijk Bare Vanille in gekocht en ik zeg het je, deze is echt gewoon op. Maar ik vind nergens meer waar ik hem kan kopen, dus ik ga gewoon wachten tot ik op reis ga en hem nog een keer kan kopen op de luchthaven. Dit is de tweede beste, maar de eerste beste vind ik Amber Romance. Zo, 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 zo lekker. En ik ben echt obsessief met deze geur. Als je goede body mist wilt, koop deze of Sol de Janeiro. I think we all know that this was coming, maar Sol de Janeiro. Ik heb dus nummer 68 in echt de grote versie. 62 in de kleine versie, maar ik had deze ook nog een keer in de travel size. Om eerlijk te zijn, deze twee geuren hebben allebei zo'n 8 of 9 op 10 voor mij. En ik weet niet welke ik beter vind. Ik ga hem zeker ook nog een keer in het groot kopen. Maar als je het wil kopen, zou ik echt aanraden om gewoon direct de grote te kopen in plaats van deze. Oké, de next thing waar ik over wil gaan is skincare. En I think we all know welke producten hierin gaan komen. En natuurlijk moet ik beginnen met de number one fan favorite. En dat is de Glow Recipe Toner. Ik had eigenlijk eerst de dingen, zo noemt dat weer, die travel set gekocht. Met die travel size Glow Recipe Toner. En dan nog 2-3 productjes daarin. En ik was zo grote fan van die toner. I swear to god, als je deze wilt kopen, want het is echt worth it. En kijk, ik heb hem nu echt al eventjes en er is amper iets uit. Dan heb ik nog deze productjes van Glow Recipe. En eerst heb ik de Niacinamide Dewdrops. En ik vind deze goed, maar niet super goed. Like, er wordt gezegd dat Essence een dupe heeft hiervoor. Dat is de Hello Good Stuff Glow Serum Primer. En om eerlijk te zijn vind ik deze beter dan eigenlijk de Dewdrops. Sorry als je dat zelf niet zo vindt, maar ik vind dat wel echt. Like, dit is beter dan dit, vind ik. Maar waar nog beter is, en ik heb het nog niet repurchased omdat het zo duur is eigenlijk. Maar de Strawberry Smooth BHA plus AHA Salicylic Serum of zoiets. Maar dit vind ik echt het beste serum die ik ooit op mijn gezicht gesmeerd heb. En dan als je weer, zoals mij bent, een beetje dat je niet echt je geld wil uitgeven aan superdure producten. The Ordinary. Ordinary is my best friend. Ik heb hier nu de Hyaluronic Acid. De Hyaluronic Acid en de Niacinamide. Die heb ik zelf eigenlijk gekocht. Niet echt door TikTok of zo. Maar er zat eerst zo'n pakketje, zo Hyaluronic Acid en Niacinamide. Daarom heb ik deze twee eigenlijk. Maar ik ben echt een grote fan. Like, de volgende keer als ik één ga moeten kopen, ga ik die grootste kopen. Want nu hebben ze echt een grotere nog. Ook al is het niet duur, it's worth the pennies, you know? Oké, dan gaan we over naar een beetje de laatste categorie. En dat is eigenlijk meer accessoires of haardingen of zo. Dit, dat iedereen heeft dat sowieso al gezien op TikTok. Als je dat nog niet gezien hebt, dan zie je het nu. Maar dat is zo voor Heatless Curls te maken. En om eerlijk te zijn, ik leer hier nog mee werken. Ik kan er echt nog niet mee werken. Maar ik had hier onlangs zo'n leuke blow-out look van. Dat ik echt obsessed was hiermee. It's for sure worth it. Ik heb dit op Shein gekocht. Letterlijk voor nog geen 2 euro, denk ik. Als je dat wil proberen, koop het gewoon op Shein. Echt niet duur. En het is zeker worth it. Oké, dan mijn grootste aankoop die ik gemaakt heb door TikTok. Let me get it. Dit is mijn biggest purchase ooit die ik gemaakt heb door TikTok. Dit is de Dyson Airwrap, as you can see. Ik heb de rode versie ervan. Oh my god, dit blijft zo leuk om te tonen ergens. Maar dit is de Dyson Airwrap. En om eerlijk te zijn, als je het echt makkelijk kan kopen, koop het. Het is zeker worth it. Eerst had ik ook echt struggles ermee dat hij uitviel en al. Maar ik heb gewoon die filter er nu afgehaald. En ik kan er nu echt super goed mee werken. Mijn haar is super snel droog en zo. En ik ga echt super blij zijn als ik dan de diffuser koop voor de Dyson heb. Zodat ik gewoon mijn Dyson daarvoor ook kan gebruiken. Ik ga het nog één keer zeggen. If you got the money en je kan dit kopen, koop dit nu onmiddellijk. This is your sign. Maar oké, dat waren dan ongeveer al mijn producten waarvan ik influenced was door TikTok. Hopelijk vonden jullie het allemaal een heel leuke video om te kijken en een interessante video. Vergeet niet om te liken en te subscriben. Hier ergens denk ik. Dankjewel en dan zie ik jullie terug weer in de volgende video. Bye bye!